Goedemiddag, vandaag gaan we de oefening zit doen samen met Hazel, mijn Ierse waterspaniel. Handen op je buik, yes. Handen op je buik, yes. Lege handen. Dit is dus de alsjeblieft oefening. Ik zeg helemaal niks. En wat ik doe nu, even omdat ik helemaal nog niks weet, is een blokje laten ruiken. En dan haal ik mijn handen naar mijn buik. En dan ga ik gewoon zitten wachten. En dan is hij het al kwijt. Goed zo. En dan gaat het helemaal uit zichzelf zitten. Ik heb niets gezegd. Ja, ga ik nog een keertje doen. En waarom zit ik op mijn knieën? Omdat net bleek dat toen ik ging staan, kon hij het niet helemaal goed volgen met zijn ogen. Dan komt dat hij, goed zo, dat hij heel jong is. Ga het nog een keertje proberen, kijken of die nu vanuit de knieën dan nu staat wel komen. Ik laat het een keer ruiken. Hier is me kwijt, zie je? Nog een keertje. Nou, dat is wel heel goed om te weten, want we wisten dus niet dat hij daarboven niet kon zien. Nou, je ziet dat zijn blikveld, of dat nou te maken heeft, goed zo, nee, nou doet hij het wel. Of het nou te maken heeft met de ontwikkeling van zijn rug en zijn nek, maar dan kan ook dat hij zijn kop nog niet kan. Zijn kop niet helemaal naar achter kan doen, kan ook. Of dat zijn ogen nog niet helemaal goed ontwikkeld zijn. Goed zo. Nu heeft hij hem door. Zag je? Ja. Oké, dan heb ik dus een paar keer met een broekje gedaan. Maar nu, broekje heb ik achter in mijn zak zitten. Ik laat mijn handen gewoon naar zijn neus toe. Op mijn buik. Goed zo. En ik haal hem uit mijn zak. Dus wat ik nu eigenlijk aan het leren ben, ik zal nog wat broekjes pakken. Wat ik eigenlijk aan het leren ben, is dat mijn signaal met handen op mijn buik betekent dat hij moet gaan zitten. Goed zo. Ik heb nog niks gezegd. Nou, dat is eigenlijk precies hoe hondentraining werkt. Er is geen enkele hond die Nederlands of Engels of Duits of Frans spreekt. Ze zijn vooral in de actie, in het doen, zeg maar, in gedrag. En wat ik nu probeer is zeg maar hem te lokken in een bepaalde houding. Ik vind zitten heel erg fijn, want zitten betekent dat je niet opspringt. Nou, opspringen vinden de meeste mensen niet leuk. Dus ik stop heel veel tijd in zitten. En dat lok ik uit met een brokje, omdat hij omhoog gaat. Omdat hij omhoog gaat, volgt hij mijn brok en valt hij eigenlijk op zijn achterste. Goed zo. Als hij dat dan snel doet, want dat doet hij dus nu. Hè, hij gaat het nu eigenlijk al helemaal uit zichzelf doen. Ja. En dat vind ik eigenlijk prima, want heel veel mensen zeggen dan gewoon zo aan bedelen, maar als je iets net hebt aangeleerd, dan zeg ik, wacht even, misschien bedelen, hij heeft gewoon door wat ik bedoel. Hij snapt het. Namelijk, dan doen we als ik contact met jou wil, moet ik blijkbaar gaan zitten. Dus ik ga mijn handen op mijn buik, ga ik gewoon eens kijken of hij het zomaar uit zichzelf wil doen. En de volgende stap is dus, dat als hij het snel doet, dat ik er een naam aan geef. Nou, en wij noemen dit zit. Ja. Ja, toch? Ja, hij wordt... Ik laat het filmen nog, want dan ga ik nog even één stap verder. Kom maar. Kom maar. Want wat je dus nu doet, is dat je tegelijkertijd... Even wachten, kijken of hij gaat zitten. Zit. Goed zo. Dus op het moment dat hij de grond raakt... Ja. Oelalala, ga je toch los beginnen, man. Op het moment dat hij de grond raakt, dat noem ik zit. Dus dat is plakken op het exacte. Goed zo! Zie je dat het exact gaat doen? Ja. En dat beloon ik nog even 100%. Maar goed, dan plak je dat dus op, exact op het gedrag wat hij aan het doen is. En als hij dat snapt, en dat is eigenlijk één stap verder. Dan zeg je, zit en dan doe je je handen.
Dat heb ik nou niet gezien. Nog een keertje. Zit. Goed zo. Die is nu eigenlijk te snel. Ja. Maar dat zijn de drie stappen. Dus één is gedrag. Twee is, als je hond snel doet wat jij vraagt, met het gebaar of met het brokje wat je maar wil, maar weet wat hij met zijn lijf moet doen, zeg maar, dan zeg je, oké, dat heet in mijn taal zit. Dus we zeggen dan zit. En op een gegeven moment hebben ze zo vaak die combinatie gezien, dat je zit kan roepen en dan meteen even die ondersteuning. Want als een hond moet kiezen tussen wat je zegt en wat je doet, dan kijkt hij naar wat je doet. Ja. Want praten zijn ze niet. Dat is het verhaal. Super. Nou, volgens mij snapt hij het ook nog, dus dat gaat goed. Ja, maar super hoor. Grappig, hè? Hoe dat dan werkt. Dus je zal zien dat je op een gegeven moment, als je het veel beloont, goed zo, gaat hij voor je zitten. Ja. En als het goed is, wordt dit een grotere hond. Dus het is zo fijn als hij dat de hele tijd gaat doen. Ja. Oh, je hebt nog wel één tip. En dat is, want je ziet natuurlijk nu dat ik allerlei brokjes aan het pakken ben. En dan krijg ik heel vaak de vraag van, ja, wat is daar niet dik van? En is dat dan wel goed in balans en zo voor zo'n kleine hond? Dus wat ik eigenlijk altijd doe, is dat ik de hoeveelheid voer die je afweegt op de dag. Ja. Verdeel je over 3 of 4 porties. Beetje afhankelijk hoeveel je krijgt. Maar voordat ik dat doe, haal ik een grote handweg. Die stop ik in een apart doosje. En dan stop ik wat in mijn zak en in mijn jaszak. En daar train ik de hele dag mee. Maar een brokje is niet van die snoepjes. Nee, dus ik gebruik het eigen voer. Ja. Gewoon de hele dag door. Ah. Dan heb ik natuurlijk wel ook wel van die lekkertjes. En soms doe ik er een paar tussen gewoon als verrassingje, zeg maar. Of ik pak zo'n lekkertje als ik een moeilijke oefening heb. Ja. Want dan wil ik een beetje extra zijn best doen. Ja. Maar zo klein als ze nu zijn, werken ze heel goed voor het voer. Dus okay.